Nou, het is nu zo erg dat ik echt helemaal niks meer kan zien. Ik kan niet eens meer naar buiten kijken, jongens. Nou, dan ga ik even wat aan doen. Nou, goedemorgen mensen. Leuk dat jullie weer kijken. Wat een nacht was het hier. Het heeft gewaaid, het heeft geregend. De camper die stond echt te schudden op zijn stelpootjes. Echt bizar. We gaan even kijken hoe dat er... Zo dan. Ik weet niet of jullie dat op camera zien hoor. Al die spetters op mijn ruit. Zie je dat? Wat? Dat is dus echt allemaal... Dat is allemaal dat Sahara-zand. Het waait hier al een paar dagen onafgebroken. Echt serieus. Nou, het zal het zijn. Windkracht 8, windkracht 9. Dat komt hier die wolken of die berg uitdonderen. En hier... Oh, ik heb ook nog een dakluik. Kijk even hoe dat eruit ziet. Spikkelde spakkelde. Echt niet te geloven. Nou, het heeft dus geregend en daarmee komt dat Sahara-zand ook nog eens een keer naar beneden. En je voelt het trouwens ook aan de lucht buiten met je ademhaling. Dat het echt een stuk stoffiger is. En dat is ook als ik mijn neus snap, om dat jullie naam te laten zien. Het lijkt wel alsof ik aan het verbouwen ben dan, hè? Niet te geloven. Nou, het is ook de eerste dag dat ik overdag echt de lampjes aan moet doen in de camper om het een beetje licht te krijgen. Het is echt bizar. Nou, ik maak er vandaag een werkdagje van. Ik heb hier een wasje staan. Nou, dat gaat dit keer ook gewoon in de droger, want buiten drogen zit er gewoon niet in. Die hoes van mijn motor ook. Dus even buiten kijken. Het is 15 graden. Even kijken. Nou, het waait minder erg dan vannacht. Je kan het in de verte nog wel zien aan de palmbomen. Kijk even. Die staan nu een beetje te wuiven in de wind. Maar vannacht, jongens, echt niet normaal. We gaan even kijken of ik nog een beetje zand heb. Dan pak ik even de andere kant van de camper. Daar staat de wind op. Nou, hier kan je het ook zien, hè? Op een roostertje. Zie je die spikkels? Op mijn slotjes, op mijn... Oh, goeiedag, man. Op dat... Hij zit echt helemaal onder de bagger, man. Even mijn voorruit aan de buitenkant. Oh, jezus. Oh. Maar... Dan komt die nano-coating wel weer goed van passen, jongens. Want het is een kwestie van afspoelen en het is eraf. Kijk, de buurman is al aan het soppen. Zie je dat? Je denkt, het is afgelopen met de wind. Hier zie je mijn motorfiets. Keurig in een hoesje. Oh, dat zand dat ik al hier in een plooi dus niet. En daar. Hier in die plooi. Hier niet. Jezus man, dat zand dat trekt echt overal in. Kijk, ik klop het er ook niet zomaar van af. Zie je dat? Nou ja. In ieder geval weer wat te doen de komende tijd. Ik ga lekker douchen. Ik ga een was draaien, want ik heb weer wat verzameld. En dat gaat lekker de droger in. Ik laat niet zo ver komen als de vorige keer. Dat ik echt tot en met de laatste onderbroek aan het soppen was. Dus maak er een leuk dagje van. Nou, het wordt nou ook al een beetje een herhaling van zetten, jongens. Ik weet op een gegeven moment ook niet meer waar ik over moet vloggen. Wat ik nu ga doen is... met mijn boodschappentasje was... Naar het washok, naar het sanitair gebouw. Gelijk even douchen, timertje instellen. Dus ja, dat is een beetje het campingleven. Hè? Dus op een gegeven moment, waar ga je het op een gegeven moment over hebben? Jos, ik weet niet of je dit nou moet gebruiken. Ik film het gewoon. Kijk even hier, deze auto, joh. Die was ooit wit, hè. Kijk. Ooit was die wit. Hey, en dat Sahara-zand komt dus ook naar Nederland toe, hè? Want ik belde gisteren even uitgebreid video gebeld met mijn vrienden in Nederland. Die dus knettermooi lekker weer hebben. Ik kwam er niet meer bij van het lachen. Dus, maar die zeiden inderdaad dat Sahara-zand, die storm, dat dus ook naar jullie toe komt. Nou, dit is mijn paadje dus weer, hè? Kijk hier. Kijk, die stof ook nog even zien op een zwarte auto. Wat een bende, hè? Oh, oh. Stof. En lange broeken weer, kijk. Dan moet ik eerlijk zeggen dat dat niet nodig is, hoor. Lange broeken weer, want het is 15, 16 graden. Dus ik kan het nog... Ik red het nog morgen.
Ik red hem nog prima in mijn t-shirt en mijn korte hosen. Maar goed, ik ga de wasmachine opstarten. En dan gaat wat gebeuren, jongens. Kijk eens, daar gaat hij weer. Nou, lekker hoor. Nou, dan gaat DW zelf ook even een sopje doen. Hiernaast in de douches. Ah, kut. Beetje vergeten. Nou, die doet het allemaal tijdens de vaat. Onvolprezen douchegebouw. Nou, dat vind ik tegenwoordig brand. Het licht niet. Het is in de douches te donker om te zien of je onderbroek nou goed aan hebt of binnenstebuiten. En ik ben bij het vullen van de wasmachine natuurlijk één zo'n sok vergeten. Hè? Typisch Dirk. Dus dat doen we even zoals we het vroeger ook deden als we op motorvakantie gingen. Let op. Nou, die kan gewoon mijn waszak in. Daar gaat hij. Dan pakken we hem zo meteen mee als de rest van de schone was de droger in gaat. Problem solved. Nou, nog even checken hoe lang het hier over doet. Het was 44 minuten, nu nog 31. Nou, dat zet ik dan even in mijn timer. En dan ben ik hier op tijd om de hele handel weer in de droger te doen. Nou, ik loop nog even een rondje over de camping. Kijken of er nog wat leuk staat. Kijk. Een wagen van Le Voyageur. En daar kom je ook niet altijd tegen. Nou, die zit natuurlijk ook helemaal onder de spikkels. Wel een mooie wagen hoor. Moest je kijken, een beetje ondergewaardeerd merk. Ook echt in het dik in het luxe segment. Kijk even. Tandemastel achter. Dikke integraal. Mooie wagen zeg. Maar die kan ook gaan soppen. Nou, die storm blijft toch niet zonder schade jongens. Ik zag net ook nog een omgewaaide scooter, weet je wel. Ja, als er zo'n zeil omheen zit, zo'n wat ik ook heb. Ja, dat vangt natuurlijk een partij wind, van heb ik jou daar. Dus vandaar dat ik mijn motor even uit de wind heb gezet achter de camper. Dus, maar kijk even jongens, hoe troosteloos het allemaal is. De ingang van de camping. Ja. Nou, dit is weer om binnen te blijven. Hey Ruud! Wat een beestenweer, man! Geweldig. Ik heb gisteren heb ik een zwart t-shirt uitgetrokken en ik ben buiten gaan lopen. Ja, hoor. Wat een kleur. Het is niet te geloven. Het heeft enorm gewaaid. Alles staat bij jou nog? Hebben jullie alles overeind? Alles staat overeind, gelukkig wel. Nou. Als je ziet hoe vies het is, ja. Moet je naar de motor ja. Kijken en de fietsen. Ja. Bizar, hè? Nou, typisch dagje om binnen te gaan blijven. Ik ga weer breien. Ruud gaat breien. En ik borduur tegenwoordig harde porno. Ik kom binnenkort kijken als de wind gaat liggen. Nou, dat knipt Jost er wel uit, denk ik. Ja, om te voorkomen dat die motor om zou waaien, heb ik hem dus in de luwte gezet. Maar wel met die hoes eromheen. Kijk, en als je geen hoes hebt, staat hij in de luwte natuurlijk ook prima. Maar ja, met zo'n hoes en dan dwars op de wind, is vraag om ellende. Nou jongens, het is echt te treurig. Het is te treurig vandaag. Ik ga lekker een bakje doen binnen. Nou, het is nu zo erg dat ik echt helemaal niks meer kan zien. Ik kan niet eens meer naar buiten kijken, jongens. Nou, dan ga ik even wat aan doen. Tadaa.
Zo, nou hier is de housekeeping weer. 60 minuutjes in de droger. En wat kan een mens onder was hebben hier op de camping? Nou, perfecte dag om dat allemaal eens netjes uit de droger. En een perfecte dag om het allemaal eens netjes op te vouwen. Zo, daar gaan we. Ik zit in mijn stamkroeg nog even de laatste gigabytes naar Jos te stampen. En ja, buiten is het echt troosteloos weer, man. Het regent pijpstelen. En ik vlieg dus gewoon lekker naar de zon. Naar jullie. En dat had ik al gepland, hoor. Want ik heb een paar dingetjes die ik moet regelen. Zakelijke dingen ook. En, dus ik ga een paar dagen naar Nederland. Nou, dan ben ik er dus eventjes tussenuit. Maar ik kom zeker weer terug om met nieuwe avonturen hier in Zuid-Spanje. En ook als ik straks eenmaal met terugreis ga beginnen, dan ga ik er natuurlijk ook over vloggen. Dus blijf dat ook even volgen. Blijf Camping Trend volgen. En wij zien elkaar later. Tot dan. Tot ziens. Leuk.